afgelopen Oudjaarsnacht kwam in Rotterdam de volgende 112-melding binnen. Alarmcentrale 112. Mevrouw, ze hebben mijn neefje neergeschoten. Is hij neergeschoten? Ja, hij is neergeschoten. Ja, het neefje waar deze vrouw het over heeft was een jongen van nog maar 13... die nacht zwaar gewond raakte. Nu, 2,5 maand later, vertelt zijn moeder over die nacht. Het is het jaarlijkse hoogtepunt voor een jongen van 13 uit Rotterdam. Al weken verheugt hij zich op oud en nieuw. Zo, kijk eens, jongen. Nog een paar uurtjes wachten en dan mag je. Dankjewel, mam. Samen met zijn moeder en kleine broertje woont hij aan het Terbrechtsehof op een terrein dat wordt verhuurd aan gezinnen van kermisexploitanten. Ik sta 3 maanden per jaar open met de oliebollen. En daar verkopen we dan oliebollen en aanverwanten. En dat doen we 5 dagen, 6 dagen in de week. De afgelopen dagen heeft de familie keihard gewerkt. Op zaterdag 31 december, Oudjaarsdag, komen ook opa en oma en een oom en tante langs om het nieuwe jaar te vieren. Deze oudejaarsavond waren wij thuis met mijn ouders, mijn zus, mijn ex-zwager en onze kinderen. De afgelopen weken hebben ze zoals elk jaar weer duizenden oliebollen gebakken en verkocht. De familie is blij dat ze eindelijk met elkaar kunnen ontspannen. En dan is het zover. 2017 is begonnen. Ondanks de dichte mist die nacht gaan in heel Nederland de pijlen de lucht in. Terwijl een paar kilometer verderop vanaf de Erasmusbrug het nationale vuurwerk wordt afgestoken, is het ook op het Terbrechtsehof eindelijk de beurt aan de jongen van 13. Hij gaat fanatiek door tot ook de laatste pijl de lucht in is geschoten. Daarna is het tijd voor een afzakkertje. We waren om 12 uur vuurwerk aan het afsteken. En ja, ik ben met de familie weer terug naar binnen gegaan. Hij zat voor het raam, de rolluik was dicht. Terwijl de familie weer binnen zit, rijdt een kleine donkere personenauto het complex op. Ja. Was het een beetje wat je van verwachtte? De auto met daarin minimaal 2 personen rijdt langzaam langs de woonwagen. Het is 2:30 als de auto hier wordt vastgelegd. Een stukje verder loopt de straat dood en keert de auto weer. Opnieuw komt de auto stapvoets voorbij. En dan gebeurt het opeens. En ineens was daar paniek. En een glasgerinkel en schreeuwen. Liggen! Liggen! Waar die twee? Ik had niet het besef dat er geschoten werd. Ik had het idee dat er een vuurpijl naar binnen kwam. Direct na het schieten rijdt de Seat het terrein af. En ik sta op en het enige wat mijn zoon riep was... Mama, ik ga dood. De jongen van 13 is geraakt. Hij werd helemaal wit. En hij was heel rustig. Mama, mama, alsjeblieft niet bang zijn. Ik laat je niet alleen. Maar hij trok zo wit weg. Hij ging spoegen. Hij lag in zijn eigen spoeg. En bloed. Want ik op dat moment gewoon het ergste vrezen. Wordt er al gebeld? Ja. Ja, alarmcentrale. Zijn tante probeert rustig te blijven en belt meteen 112. Alarmcentrale 112. Mevrouw, ze hebben mijn neefje neergeschoten. In welke woonplaats? Rotterdam. Is hij neergeschoten? Ja, hij is neergeschoten. Weet je wie? Nee, dat weet ik niet. Heb je iemand gezien? Nee. Ik wil een ambulance. Hij heeft echt kantje boord gelegen, zeg maar. Het zijn echt de eerste 24 uur zijn echt zwaar kritiek geweest. In het ziekenhuis wordt duidelijk dat een van de kogels zijn buik heeft geraakt en via zijn lever weer naar buiten is gekomen. En zijn lever is daardoor finaal geperforeerd, zeg maar. En dat hebben ze in het ziekenhuis gelijk die nacht nog geopereerd. Het is een operatie geweest die wel heel wat uurtjes geduurd heeft. Waardoor hij dus echt in levensgevaar was. En dat waren hele angstige momenten op dat moment, ja. Hij kan niet meer sporten, hij kan niet meer fietsen. Hij is in zijn doen is hij heel erg beperkt.
En dat komt mede doordat hij zo gevochten heeft in het ziekenhuis om buiten dat levensgevaar te komen, dat zijn lichaam geen 100, maar 1000% gegeven heeft. En het lichaam nu in principe zegt van ja, nu even een stapje terug. Ja, meneer Erkens, er is geschoten op een woning waar duidelijk mensen binnen waren en die jongen heeft dat maar net overleefd. Ja, een schot in de buikstreek kan heel makkelijk fataal aflopen. Dat hoef ik niemand uit te leggen. En ook andere mensen hadden daar echt geraakt kunnen worden. Er is gericht door een ruit geschoten. Die kogels die zijn kriskras door de kamer gegaan. En die vonden we dan ook aan de andere kant van de kamer terug. Lijkt het een gerichte aanslag? Echt een poging tot moord, zo wordt het beschouwd. Maar waarom? Ja, we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat het motief nou is geweest. We onderzoeken daarvoor verschillende scenario's. We kunnen niet met zekerheid zeggen op wie ze het nou gemunt hebben. Maar wij kunnen ons ook niet voorstellen dat die 13-jarige nu het doelwit was. Maar of het dan iemand anders was die daar aanwezig was, wij weten het niet. Het kan ook nog een vergissing zijn geweest. We hopen dat er vanavond mensen zijn die ons er meer over kunnen vertellen. Ja, natuurlijk willen we vanavond meer informatie over die daders zelf. Begin januari, 2 dagen al na de beschieting, lieten we hier beelden van hun auto al zien. Hier komt die auto voor het eerst voor de woonwagen langs. En dat is dan rond 1:30. Dat we die beelden hebben getoond, leverde meteen eigenlijk wat op. Ja, we wilden toen heel graag weten in wat voor auto de daders reden. Daar hadden we op dat moment nog geen beeld bij. Inmiddels hebben we het wel, dankzij de tips ook. We weten dat het gaat om een donkere Seat Ibiza, 4-deurs model. En het bouwjaar, dat moet na 2007 zijn geweest. En we weten inmiddels ook dat het cijfer 4 in het kenteken zit. Ja, heel belangrijk spoor, die auto. Die Seat is meteen na het schieten natuurlijk vertrokken. Hier zien we de Seat richting de uitgang van het terrein slaan. Ze scheuren daarbij zo hard weg dat ze bijna een buurtbewoner omverrijden. Nadat ze de Terbrechtse weg opslaan, gaan ze even later meteen linksaf de hoofdweg op, onder het viaduct van de A16 door. De Seat kwam vanaf die kant aanrijden, over de hoofdweg en reed naar deze kruising. Verderop deze hoofdweg hangt een camera. Maar daar is rond 1:30 s'nachts geen Seat langs gereden. Dat kan twee dingen betekenen. Of de auto is afgeslagen en die kant op gereden via de Metaalstraat richting het industrieterrein. Of hij ging de andere kant op, die kant op richting de Koningslaan. Ja, we moeten dus weten komen wie er die bewuste nacht in die auto zaten. Ja, het waren minstens twee personen, de bestuurder en de schutter. En wij willen weten of mensen de link leggen tussen die twee personen, de Seat met een 4 in het kenteken en dan nogmaals de daders. En we willen weten of mensen zo'n Seat die nacht in Rotterdam hebben zien rijden, bijvoorbeeld in de buurt van het Terbrechtse Hof, maar ook daarna. Want ze zijn gevlucht in een hele specifieke richting, zoals we zojuist hoorden. Op die kruising van de hoofdweg zijn ze of via de Koningslaan richting de wijk Prins Alexanderpolder gereden, of ze zijn via de Metaalstraat het industrieterrein opgegaan. Er waren die nieuwjaarsnacht vanzelfsprekend meer mensen op straat dan welke andere dag van het jaar. Die auto reed ook nog eens een keer met hoge snelheid. Dus we hopen dat dat mensen is opgevallen. Rond 1:30 was dat verder. Hoopt u toch ook dat de daders zelf hun mond hebben opengedaan? Ja, ze moeten al heel snel gehoord hebben dat ze een 13-jarige jongen in de buik hadden geschoten. En we zien het vaker bij dit soort zaken dat ze daders dan toch met mensen in hun omgeving contact opnemen en erover vertellen. We hopen dat dat ook in dit geval gebeurd is en dat die mensen het juiste doen en met ons bellen. En iedereen die ook maar iets denkt te weten, die moet met ons contact opnemen. Wie zaten dus die nacht in die bewuste auto? Waarom is er ook meerdere malen nou geschoten? Voor die jongen van 13 en zijn familie is het heel belangrijk dat ze weten wie er achter zit. Anders blijf je bang. Weet u meer? Laat van u horen via live.politie.nl of een van deze nummers. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.